bekende staat centraal in de beta-wetenschappen. En daarom ben ik het eigenlijk gaan studeren. Ik vond alle beta-wetenschappen op de middelbare school heel erg leuk. Scheikunde is hartstikke breed en hartstikke breed toepasbaar. Je houdt je met allerlei soorten vakgebieden bezig. En daardoor kan je nog alle kanten op. Zoals richting de biologie of richting natuurkunde. Maar dan wel binnen de kijk van de scheikunde. Na de middelbare school kom je er eigenlijk pas achter wat scheikunde echt inhoudt en wat je ermee kan. Voor mijzelf kwam ik erachter in mijn eerste jaar chemie en life science op het HBO. Toen heb ik gemerkt dat scheikunde eigenlijk zoveel meer is dan dat ze op de middelbare school laten zien. En toen heb ik de overstap gemaakt naar de scheikunde in Amsterdam. Scheikunde is relevanter dan ooit. Je hebt de klassieke maakindustrie die de meeste mensen wel kennen, waarbij nieuwe stoffen worden gemaakt en geproduceerd. Maar scheikunde is veel meer dan dat. Je kunt ook hele relevante actuele maatschappelijke uitdagingen aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stikstofprobleem of de energietransitie, waarbij waterstof wordt ingezet als brandstof. Ook in de ontwikkeling van farmaceutische medicijnen en van recyclebare plastics bijvoorbeeld, is scheikunde onmisbaar. Als scheikundige zoek je naar oplossingen voor dit soort uitdagingen op moleculair niveau. In Amsterdam werken de UvA en de VU samen in de opleiding scheikunde. En door onze krachten te bundelen, hebben we een veelzijdige opleiding. Er wordt onderzoek gedaan in alle richtingen van de scheikunde en dat zie je terug in het onderwijs. En studenten merken dat omdat er veel te kiezen is in keuzevakken, in stages en in projecten. Wat ik zelf heel erg leuk vind aan deze studie is dat je al vanaf je tweede jaar meewerkt aan echt onderzoek. In je tweede jaar loop je twee kleine projectjes bij een van de onderzoeksgroepen op een van de laboratoria hier op de UvA of aan de VU. Zelf heb ik meegewerkt aan een tweedejaarsproject over de oxidatietoestanden van organometaalcomplexen. Hierin hebben we iets heel nieuws ontdekt en dit wordt dus misschien gepubliceerd in een van de wetenschappelijke tijdschriften. In onze opleiding verdelen we de chemische wetenschappen in vier belangrijke thema's. Van biochemie tot modelleren en quantum computing. En van synthese en duurzaamheid tot analyse en fotochemie. In het eerste jaar maak je kennis met alle deze vier thema's. Dan ontdek je waar je interesses liggen. En vanaf het tweede jaar kun je het dan een beetje zelf gaan invullen. Keuzevakken kiezen en je wat meer op bepaalde thema's richten. Ik vond zelf het vak organische chemie het meest interessant. Daar ga je eigenlijk pas echt leren hoe je moleculen moet maken en hoe dat allemaal werkt. En dat ga je dan zelf eerst in de theorie uitdenken hoe je zo'n molecuul moet maken. En daarna op het lab kan je het ook echt uitvoeren. En het is best wel heel leuk om te zien hoe dat werkt en dat het ook echt werkt zoals je het hebt bedacht. Scheikundigen zijn heel erg gewild op de markt. Je vindt ze ook in allerlei sectoren. Van bedrijfsleven tot aan non-profit organisaties en overheden. Je kunt denken aan de maakindustrie zoals Akzo Nobel, DSM, Philips, maar ook in de energiesector. Daarnaast hebben we onderzoek. Scheikundigen kun je terugvinden bij TNO, bij RIVM. Maar je hebt ook sectoren waar je misschien niet zo snel aan denkt. Zoals forensische opsporing. Je hebt ook kunstrestauratie. Tot slot kun je natuurlijk aan denken om zelf het onderwijs in te gaan en je passie doorgeven aan een nieuwe lichting. Nou, ik vind het zelf heel fijn dat ik met scheikunde eigenlijk al mijn opties open hou. Ik wil zelf naar mijn master verder gaan in de organische chemie. Dat zijn bijvoorbeeld zonnepanelen ontwikkelen of schone brandstoffen. Maar misschien over twee jaar zie ik mezelf wel in een heel ander gebied binnen scheikunde werken en dan kan dat voor me. Zelf weet ik nog niet precies wat ik na de bachelor scheikunde wil gaan doen. Wel weet ik dat ik echt wat wil betekenen voor de maatschappij. Zo wil ik me bijvoorbeeld inzetten voor het klimaat of helpen met het verduurzamen van de farmaceutische industrie. Er zijn nog genoeg processen die veel schoner kunnen. Er is nog genoeg te verbeteren.